Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 26 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik was ondertussen even met Nathalie aan het appen over Animal Crossing. Want ik moet allerlei dingen doen en zij wil daar dan bij helpen. Dus ja, daar waren we even over aan het appen. Het is droog en het water op mijn balkon is ook zo goed als weggelopen. Dus dat is top. Dat begon gisteravond. Dus als het van het weekend een beetje droog is en ik mijn plantjes kan poten, kan ik gelijk daar even vegen. Gisteravond heb ik Snackmasters gekeken. Ze gingen van die kabelspekken maken. Ja, dat was wel heel leuk om te zien hoor, maar wel super moeilijk. Daarna vier handen op één buik gekeken. Toen ben ik de vlog gaan afmaken en heb ik mijn foto's bewerkt, dus alles is weer afgekomen. Toen ben ik mijn serietje gaan kijken op Netflix en daarna heb ik Mokromafia gekeken. Dus wat dat betreft was het wel een goede avond. Ik ga zo meteen eventjes de gaatjes boren voor de plankjes in de slaapkamer. Daar ga ik jullie dan even bij zetten en ga ik daarna even mijn woonkamer doen. En dan zet ik jullie daar een keer niet bij, maar dat is toch eigenlijk elke week hetzelfde. Ik verwacht eigenlijk nog een pakketje, maar die zat dus nog niet in de brievenbus. Dus ik hoop dat die vanmiddag nog komt en anders morgen. Want mijn moeder had wat opgestuurd naar ons. Dat was wel super lief. Dus ik hoop dat dat komt. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er is niet heel veel gebeurd. Ik heb net even een telefoontje gedaan terwijl ik mijn make-up deed. Ja, dat is er wel weer handig van, het bellen op luidspreker. Dus dat was wel even mooi. Dan heb ik dat ook al klaar. Dus ja, ik ga nu de spullen pakken om de plankjes te boren. Dan ga ik daarna eventjes mijn woonkamer doen en dan nog eventjes bullet journalen. Dus ik ga de spullen pakken en ik ga jullie erbij zetten bij het boren. En dan ja, kan ik die morgen misschien of anders vrijdag even van het weekend even inrichten. Want dat is eigenlijk wel even mijn planning. Want ik weet niet hoe laat mijn coach morgen komt. Dus ik dacht, ja, ik kan beter nu boren. En ik wil dat ook deze week doen, omdat ik vrijdag de slaapkamer doe. Dus dan kan ik het gelijk goed schoonmaken. Dus ik ga de spullen pakken, ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik jullie erbij zetten. Plankje hangt dus nu hier. De andere twee die komen er dus dan zo onder. Ik heb ze wel wat hoog ingezet, want ik dacht, ja, vind ik net iets beter. Dus nou ja, ik vind het voor nu wel prima. Maar het was wel eventjes een drama.
Ik had namelijk in gedachten, ik doe gewoon lekker, ik teken het uit voor de gaatjes, precies. Want ik dacht eigenlijk dat ze gewoon met spijkers aan de muur of schroeven aan de muur kwamen. Maar er zitten dus aan de achterkant ophanghaakjes. En die moet je er dus, daar moet je hem inklemmen. Dus de eerste keer ging het niet helemaal goed. Toen heb ik er een gaatje naast gemaakt, die zat perfect. Dus ik heb zo'n plankje heb ik in elkaar gezet. De andere doe ik dan morgen eventjes. Want ik denk, ja, dan kan ik in ieder geval, dan weet ik in ieder geval of het allemaal goed hangt. Dus ik heb het nu allemaal uitgemeten. Het past allemaal precies. Maar dat nam al wat meer tijd in beslag. Dus ik was al wat later met schoonmaken. Toen heb ik de schoonmaak gedaan. Ik zat ondertussen met Natrie te appen over het spel. En ik pak eigenlijk heel nonchalant mijn emmer op met het water van het weiland om die te legen. En ik laat die emmer knallen. Dus letterlijk, hier alles was water. Het was weer één groot waterblad. En ik dacht, nee, shit. Dan moet je heel snel handelen, want ik heb natuurlijk laminaat. Dus ik heb als een malle heb ik handdoeken gepakt van boven, van hier. Zodat ik die gauw op kon leggen, grote. Toen heb ik het opgedweld. Toen was het gelukkig wel droog. Ja, alleen onder mijn reservoir denk ik niet helemaal. Dus ik hoop eigenlijk dat... Ja, ik heb het idee dat het wel heel nat is geworden. Of... Nee, het valt wel mee. Gelukkig. Dus dat was wel even een tegenvallen. Dus vandaar dat mijn hele dag weer eigenlijk een beetje eventjes negatief eindigde. Ook het pakketje van mijn moeder is niet meer binnengekomen. Dus ik hoop morgen, want ik snap er niks van. Natalie heeft hem dus wel en ik dus nog niet. Dus hopelijk dan morgen. Nou, nog eventjes twee tekeningetjes gemaakt voor het bullet journal. En toen was het tijd om de katten eten te geven. En nu ben ik het ook wel zat. Ik heb de pap even op. Ik heb last van mijn rug. Ik ben er gewoon even klaar mee. Ik heb de patat uit de vriezer gehaald. Die ga ik straks lekker eten. Ik ga nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen. Vanavond kijk ik Zeeman Gestalkt en ik ga ondertussen ook eventjes switchen. Want ik moet wat spullen ophalen bij Natalie op het eiland die zij heeft gemaakt voor mijn huisjes. Dus ik moet met hele lege zakken naar haar eiland toe. En dan kan ik hopelijk weer wat verder. En ik moet sowieso nog bij haar langs op het eiland om onkruid te verkopen. Want er is iemand en die betaalt 20 muntjes voor één pluk. En je hebt heel veel muntjes nodig en ik heb heel veel onkruid. Dus dat, gisteren werd ik ook weer gestoken door een wesp in mijn spel. Dus het ging fantastisch. Maar goed, alles is in ieder geval nu weer schoon. Ja, eventjes een beetje een negatief einde. Maar goed, ja, soms heb je van die dagen. Ik ga ook nog eventjes kinderen kopen en huis kijken. En dan ga ik mijn artikel schrijven. Ik moet nog even de thumbnail maken, zodat de vlog ingepland kan worden. Ga ik daarna... weer mijn Netflix-serietje kijken. En ik heb vanavond weer lekker oogappels. Dus op zich komt er wel een lekkere avond aan. Maar dit was gewoon echt eventjes een negatieve vibe op deze dag. Ik ga nu niks meer doen. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Want ik ben er klaar mee voor vandaag. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 27 mei. Ik ben klaargemaakt. En het pakketje van mijn moeder is gekomen. Die ga ik jullie zo even laten zien. Ik heb straks even met Natalie gebeld. Ik wil daar kort even wat over zeggen. Natalie zit momenteel niet zo heel erg lekker in haar vel. Ik ga verder niet uitweiden wat er aan de hand is. Want dat is allemaal ook een privé kwestie. Ze heeft in haar laatste eigen vlog heeft ze wat dingetjes verteld. Ze heeft ook aangekondigd dat ze even een tijdje stopt met vloggen. Omdat het gewoon even niet gaat. Maar je merkt zo dat je eigenlijk niks voor haar kan doen. En dat is zo vervelend. Want... ja, je woont niet heel dicht bij elkaar, dus het is niet zo dat ze zo eventjes kan binnenwippen van, joh, eventjes praten. Je kunt eigenlijk alleen telefonisch praten of via de app. Dus ik heb ook tegen haar gezegd, als dat is, bel of app maar. Maar, ja, en dan natuurlijk ook met de corona, dan is ze afgelopen zondag hier. En dan wil je haar heel graag een knuffel geven, omdat ze niet lekker in haar vel zit. Maar dat kan dan weer niet door de corona. Ja, omdat zij is er voor mij ook eigenlijk altijd geweest in moeilijke tijden. En dat wil je heel graag terug doen. Maar het is heel moeilijk om wat voor haar te betekenen nu. En dat maakt het wel extra lastig. Dus we bellen nu wel wat vaker. Dat is natuurlijk heel fijn. En gelukkig heeft zij natuurlijk Frank en haar schoonfamilie. Waar ze gewoon wel eventjes makkelijker op bezoek kan gaan. Omdat haar eigen familie ver weg woont. Ja, het zijn wel even lastige dingen.
Maar goed, ik heb gisteravond heb ik Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Ik heb ook nog met Nathalie eventjes Animal Crossing gespeeld. Mijn gratis periode was nu over. Dus ik heb nu voor de Switch een jaar lang online spelen. Dat was €20. Dan kun je dus een jaar lang gratis online spelen. Nou, dat is eigenlijk best wel goedkoop. En Nathalie had mij geholpen met allemaal dingetjes te maken. Want dat moest ik hebben voor huisjes. En nu komen er dus nieuwe bewonertjes. Nieuwe diertjes. Maar die komen als het goed is vandaag. Dus nou, als ik het vanavond op ga, zullen ze er misschien wel zijn. Of één in ieder geval. Toen heb ik Kinderen Koper in huis gekeken. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven. En heb ik de vlog in elkaar gezet. Daarna wel, de vlog in elkaar gezet. Die was al in elkaar gezet. De thumbnail heb ik in elkaar gezet. Daarna was het tijd voor de bold type. En toen heb ik oogappels gekeken. Dat was ook wel weer heel erg leuk. Alleen muis zat net opgesloten. Want ik kwam uit bed. En dan loop ik eigenlijk door de douche loop ik naar de zolder toe om kleding te pakken. En allebei de laden stonden open van de ondergoed en de sokkenlaad. Dus ik had die dicht gedaan. Dus ik hoor, op een gegeven moment hoor ik gekrap. Ja, wat bleek? Muis die was in die laag gekropen. Dus nou, kom er maar uit. Je moet er ook niet inkruipen, meisje. Maar ja, goed, dat doen ze dus wel. Maar goed, het cadeautje van mijn moeder. Heel erg leuk papier ook gewoon alleen al met vlindertjes. Zat heel erg leuk. Ik ga het eventjes een beetje omhoog houden. De egelstempel erop gedrukt. Want mijn moeder is dus helemaal fan van egels. En dat is dus die stempel die we van Nathalie hadden gekregen. En eigenlijk ben je heel erg geneigd als je iets voor een egeltje met een egeltje ziet. En mijn moeder is bijvoorbeeld jarig om dat voor haar te kopen. Alleen ze heeft inmiddels al heel veel egeldingetjes. Dus eigenlijk weet ze niet heel goed meer waar ze het moet bergen. Maar goed, zij is dus helemaal egelfan. Allereerst had ze een hele leuke kaart gemaakt. Met sterrenbeeld erop. Ik ben het sterrenbeeld maagd. Dus dat heeft ze zo opgeplakt. Daar heeft... Oh, die... Wow, die washi tape. Oh, ik moet echt vragen waar ze die vandaan heeft. Er zitten gewoon allemaal lipstickjes op. Oh, dat moet ik even vragen. Die is wel heel tof. En daar heeft ze dus een tekstje in geschreven. Lieve Angela, ik stuur je dit aardigheidje. Ik vond dit leuk om te doen, liefst mama. Heel leuk. Ook een poesje plaatje erin. Ja, heel leuk gedaan. Heel creatief geweest. Mijn moeder doet ook aan bullet journaling. Maar zij heeft er iets minder tijd voor. Dus zij doet het zeg maar gewoon op de momenten. Zoals nu met Pinksteren. Dan is ze ook gewoon een dagje extra vrij. Dan kan ze lekker eventjes knutselen en zo. Dus nou, superleuk. In dit pakketje zat een heel erg lekker haarmaskertje. Smooth and Sleek Smoothing Hair Treatment Mask. Hier zit keratine infusion in. Dus die zat erin. Nathalie had een andere. Maar ja, ik ben dol op haarmaskers. Nathalie ook. Nathalie heeft de laatste keer van de lijn van Banana. Heeft ze ook een haarmasker gehaald. Maar ik weet eigenlijk niet of ze die al heeft geprobeerd. Maar die zat erin. En hele leuke clear stamps. En er zit ook een metal dye in. En dat is natuurlijk weer super leuk. Want die kan weer in de machine. Maar het zijn hele zomerse items. Er zit een glaasje drinken in. Er staat mermaid kiss starfish wishes. Echt heel zomer. Super leuk. Dus ja, heel erg blij mee. Dus lekker weer in de knutselhoek. Ik kan het lekker gaan gebruiken met van de zomer. Het had echt heel veel leuke weer, zie ik ook inderdaad. Eiffeltorens en zo, Parijs. Ja, heel leuk. En dan zie je hier dus ook hoe je die cutting die kunt gebruiken. Maar ik weet dat inmiddels wel. Maar ja, super leuk. Dus echt een heel leuk pakketje. Ik was heel blij dat hij aangekomen was. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik even de andere twee plankjes in elkaar zetten. Die ga ik even proberen op te hangen. Dan ga ik even kijken. Misschien kan ik al wat nagellakjes uitzoeken. Maar ik moet even kijken hoe ik dat, of ik dat nog een beetje red. Mijn coach is er om 4:30. Maar goed, ik ga nu eerst even gewoon stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik maar even die dingen in elkaar zetten. Misschien dat ik jullie daar nog wel eventjes bij zet. Bij dat in elkaar zetten. Dat is misschien nog wel eventjes leuk. Dus dat ga ik eventjes doen nu. Thank you.
boodschappen. Het goede nieuws is, mijn nagellak is gewoon nog intact gebleven. Die is dus heel erg goed. Ik ga je even de boodschapjes laten zien. Ik heb niet zo heel erg veel gehaald. Het viel wel mee dit keer. Maar ik heb nog wel 2 broeken gekocht. Ik zal jullie even neerzetten. Ik ben namelijk even bij de Terstal geweest, want die hadden capri broeken. Dus ik heb dus een witte capri broek. En die was dan 17 euro. En de tweede broek was dan 1 euro. Dus ik heb nu 2 broeken voor 18 euro eigenlijk. En die heb ik dan ook in het zwart, zeg maar. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb ze ook al gepast. Ik heb maatje S genomen, want ze zijn stretch. Dus nou, dan heb ik van de zomer in ieder geval een paar mooie capri broeken. Dus die moeten even in de handwas. Even de tassen pakken. Ik heb bloempotjes. Ja, want ik had bloempotjes nodig. Die heb ik bij de Praxis gehaald. Ik heb geel. Oranje, grijs en zwart. Ik heb 4 verschillende kleuren, zo'n 2,79 per stuk of zo. Dus die komt in ieder geval mooi binnen. Dus kunnen we van het weekend mooi de plantjes gaan bomen. Dan heb ik een zakje met gehakt kruiden. Aardappelschijfjes. Ovenfrikandelletjes. Spekjes, die waren bij de Lidl helaas op. Dus ik heb ze bij Plus meegenomen. Een zakje met frietjes. En bakken en braden. En ik heb nog zo'n Ben & Jerry's ijsje meegenomen. Want die was toch wel heel erg lekker. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Bij Boni heb ik bakjes gehaald. Die waren daar in de aanbieding. En ik heb 2 flesjes met cassis meegenomen. Want die vind ik altijd heel erg lekker. Dan heb ik 2 keer slaapdekken gekocht, want die waren nu met de kaart in de aanbieding. Pakje gehakt heb ik meegenomen. Haricotvertjes. En ik heb ijsblokzakjes. En dit zijn hartjes. Dit worden dus hartjes, want ja, dat is toch altijd wel lekker ijsblokjes. Dus dit waren de boodschapjes. Het viel wel mee dit keer. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik zo eventjes de schroefjes verder in de muur boren. Dan kunnen die plankjes hangen. Dan ga ik douchen. Dan ga ik straks even eten. Vanavond Goede Tijden en Petit Chateau ga ik kijken. Ik denk daarna even wat terugkijken. Gestalkt of zo. Ga ik daarna eventjes mijn foto's bewerken. Ik heb nog 2 video's die in elkaar moeten. Dus misschien begin ik al wel met eentje. Ga ik daarna even weer de boldstijl kijken. De boldtype. De boldtype. Ik zeg elke keer zeg ik het verkeerd. En dan heb ik vanavond weer zo'n stad. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 28 mei. Ik ben klaargemaakt en ik klink een beetje gepijnigd. En dat komt, ik heb ook heel veel pijn. Ik ben gisteravond mijn dingen gaan doen. Ik heb gegamed met Nathalie. Ik ben Petit Chateau gaan kijken. Daarna gestalkt. Toen ben ik achter de laptop gekropen om mijn foto's te bewerken. Ik ben nog steeds een beetje bezig met de laatste liedjes die helemaal af moeten. Er moet dan eventjes een cover moet erbij en de songtekst en het album en zo. Dat wil ik dan allemaal netjes hebben op mijn iPod, want anders gaat het mis in mijn hoofd. Nou, toen ben ik de boldstijl gaan kijken. Boldtype. Ik zeg elke keer verkeerd, jongens. En toen Zonnestad. Alleen het probleem is, het is niet echt een probleem, want het is super gezellig. Als ik televisie kijk, heb ik eigenlijk alle katten erbij zitten. En dat vind ik super gezellig. Alleen ik kan zelf geen kant meer op. En er is een stijfheid in mijn nek gekomen die uitslaat naar mijn schouder. Dus ik ging mijn bed in. En ik ben in bed dan altijd gewend om eventjes een spelletje nog te spelen. En dan ga ik mijn boek lezen en dan slapen. Maar dat spelletje spelen ging al heel slecht, omdat ik zoveel pijn had. Ik wist me gewoon geen raad. Toen bij het boek lezen was het ook drama. Ik heb op een gegeven moment zelfs eventjes mijn massagebal gepakt. Om die zeg maar over mijn huid te laten gaan. Maar ja, dat voelt als je het zelf doet natuurlijk ook niet fantastisch. Maar ja goed, in mijn geval is het niet anders. Ik kan moeilijk vragen of de katten het kunnen doen. Dat gaf op zich, dacht ik in eerste instantie, wel wat verlichting. Maar ik kon gewoon niet meer. Ik kon gewoon niet meer overeind komen. Ik kon helemaal niks. Dus nou, op een gegeven moment toch maar gaan slapen. Maar
Dat ging heel slecht, want ik had te veel pijn. Ik ben uiteindelijk wel in slaap gevallen omdat ik wel moe was. Toen werd ik vanochtend al vrij vroeg een keer wakker. Toen, oh ja, ik had zoveel pijn. Ben ik even naar het toilet geweest, ben ik weer mijn bed ingedoken om te kijken of ik weer verder kon slapen. Ik ben uiteindelijk wel weer in slaap gevallen, maar ik kan mijn draai niet vinden. Ik heb, omdat dit gewoon zo vast zit, het huilen staat me nader dan het lachen gewoon vanwege de pijn, zeg maar. Dus ik zag ook best wel op tegen met sporten, maar goed, dat heb ik uiteindelijk wel redelijk volbracht. Maar nu moet ik zo de slaapkamer gaan doen. En dat moet gewoon, want dat is gewoon nodig. Dus daar zie ik best wel een beetje tegenop, omdat ik dus zoveel pijn heb. Maar goed, ik ga jullie er wel gewoon bij zetten. Ik moet even twee korte schroefjes pakken, want het laatste plankje kan niet opgehangen worden omdat de schroefjes wat te lang zijn. Dus ik moet even twee korte pakken. En dan kan die ook opgehangen worden. Dan ga ik denk van het weekend eventjes die nagellakjes erin zetten. Want ja, slaapkamer ben ik toch altijd wel weer een poosje mee bezig. Dus dat vind ik nu niet zo heel handig. Dus ik ga jullie er gewoon bij zetten. Maar ik ga nu eerst even de stofzuiger door de tent trekken. En even de boodschappen naar boven doen. En even twee kleine schroefjes zoeken. En even de bakken van de katten scheppen. Dus dat is voor nu even de planning. Maar dan weet je waarom ik eigenlijk zo verrot klink. Omdat ik gewoon heel veel pijn heb. Ik ben klaar. Mijn wasmachine die draait nog, want ik had er ook even een was in gedaan. De pijn gaat iets beter voor mijn gevoel. Ik voel nog steeds wel dat het zeer doet en dat het nog wel heel vast zit. Maar ik denk wel dat het goed is geweest dat ik bezig ben geweest.
En heerlijk weer dat de slaapkamer schoon is. Lekker een schoon bed. Make-up is weer op zijn plek. Alle drie de plankjes hangen nu. Dat laat ik je morgen eventjes zien. Want het is nu nog een beetje nat in de slaapkamer. Dus ik heb niet zo zin om met mijn sokken over de natte vloer heen te lopen. Ik heb ook die kaarsjes van IKEA heb ik op mijn slaapkamer neergezet. Op een nachtkastje. Lijkt me ook wel lekker dat je dan die geurtjes zo krijgt. Dan heb ik dat speakertje die ik dus niet meer kon gebruiken voor mijn nieuwe iPod. Die heb ik naar boven gedaan. Maar ik ben wel heel blij dat het allemaal is gelukt. Lekkere schoon bed. Dus dat wordt vanavond heerlijk genieten. De katten hebben het lekker gegeten. Ik moet alleen dan nog de was ophangen straks als die klaar is. Maar ik ben nu ook wel zat, dus ik moet nu even bijkomen. Ja, vanavond. We hebben natuurlijk vanavond de persconferentie. Die ga ik eventjes kijken. Ondertussen ook even eten. En ik ga met Nathalie gamen. Ik ga eventjes Levenslang met Dwang terugkijken. Misschien nog even het laatste deeltje van Ik Neem Je Mee. En sowieso First or Last. En dan ondertussen ook met Nathalie gamen. Verder ga ik... Moet ik de video nog in elkaar zetten? Moet ik mijn artikel nog schrijven? Dus dat zijn een beetje de plannen voor vanavond. En daarna ga ik verder met de Bold Type. En weer Zonnestad. Dus dat wordt verder de avond niet heel spectaculair. En hopen dat dit allemaal een beetje goed gaat. Ik heb ook een aspirintje ingenomen hoor. Dus als het goed is gaat die straks ook wel werken. En vanavond nog eentje voor ik ga slapen. Dus dan hoop ik dat het gewoon wat minder wordt. Maar ik moet eigenlijk wel gewoon in beweging blijven. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 29 mei. Ik ben klaargemaakt. De pijn in mijn rug is weliswaar minder geworden, maar hij zit er nog steeds. Dus ik voel nog steeds wel dat dit heel erg vast zit, dit gedeelte. Dus ik heb gisteravond bij televisie kijken weer eventjes met die massageroller gerold. Ging niet zo makkelijk, want de katten zaten ook op schoot. Dus nou ja, goed. Ik hoop gewoon dat het eerdaags wegtrekt. En ja, dat ik dan het in ieder geval niet meer in die hevige mate terugkrijg. Ik heb de was gisteravond even opgehangen. Die hangt hier achter mij. Ik heb gisteravond gekeken naar Levenslang met Dwang. En ik ging gamen met Nathalie. En ik ging weer helemaal stuk. Want ik zal het je even laten zien. Ze kwam weer in een bijzondere outfit naar mijn eiland toe. En echt, het was heel leuk. Want kijk, ze had Mario Kart outfit aangetrokken. Ik ging helemaal stuk toen ik dat zag. Ik ben die met die staartjes. Dus dat was heel erg grappig. Ik had ook een nieuwe eilandbewoning, dus dat was wel leuk. Dus we hebben een poosje samen gegamed. En ik zei heel leuk, ja, ik ga First and Last kijken. Maar dat kwam helaas niet, want je had de Friends reunie. Nou wist ik wel dat die kwam, maar ik wist niet dat die 2 uur zou duren. Dus het was geen First and Last op televisie gisteren. Maar goed, ik heb uiteraard ook de persconferentie gekeken. Vanaf volgende week zaterdag 5 juni mogen de restaurants weer open. Mag je ook weer binnen in een café zitten. Mogen ook de binnengedeeltes van pretpark en dierentuinen weer open. Je mag weer naar de bioscoop, theater. Uiteraard alles op 1,5 meter afstand en zoveel mensen op zoveel vierkante meter. Van het personeel kan er gevraagd worden bij cafés bijvoorbeeld om 2 keer in de week een zelftest te doen. Nou weet ik niet of dat heel haalbaar is, of iedereen daar zin in heeft. Maar goed, dat zullen we gaan meemaken. Maar goed, ik vond het niet heel erg interessant. Want ten eerste, je hebt eigenlijk al heel veel gehoord in het nieuws. Wat ze eventueel zouden kunnen gaan verkondigen. En dan daarbij, al deze dingen die je mag doen, die doe ik nooit. Ik ga nooit naar de bioscoop. Ik ga nooit uit eten. Ik ga nooit naar het theater. Nou, eigenlijk dat soort dingen. Dus ik vond het voor mezelf was het niet heel erg interessant. Maar voor de mensen die dat graag doen, is het natuurlijk wel heel fijn. Dus dat, na het gamen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Die heb ik ingepland, die staat ook al online. Ik heb mijn artikel geschreven. Daarna ben ik de Bold Type gaan kijken en Zonnestad. Dus dat was wel weer leuk. Nu op de planning. Ik ga eerst even hier stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan gaan we de plantjes even poten, eindelijk. Daar ga ik jullie ook bij zetten. Ik moet wel eventjes weer het water van mijn balkon laten lopen. Ik kreeg van even jullie een hele handige tip om met soda en water het een paar keer door te spoelen. Dat putje, zodat hij kan ontstoppen.
Dat wil ik ook zeker gaan proberen. Alleen er staat nu echt wel zo'n laag water op. En ik heb niet zo zin in natte voeten. Dus ik ga nu eerst gewoon eventjes met de stok weer het vel voor het putje weghalen. Zodat het in ieder geval kan weglopen. Dan hoop ik dat het misschien morgen een beetje opgedroogd is. Dat ik dat dekseltje eraf kan halen. Want het is nu eigenlijk, er is eigenlijk niet meer echt regen voorspeld de aankomende dagen. Het zou vandaag ook. Dus even kijken of graden het nou is. Want ik vond het zelf nog wel meevallen. Ik vond het zelf nog niet zo heel warm. Het is hier nu 17 graden. Dus goed. Dan wil ik dat eventjes gaan doen. Dan gaan we de plantjes poten. En ik wil eigenlijk eventjes het kruidenrekje vullen. En als ik nog tijd heb, eventjes alvast de nagellakjes verzamelen. Die wil ik eventjes in zo'n IKEA bakje doen. Die had ik nog over. Even voor nood dat ze daarin staan. Dat die la ook netjes kan worden. En dan kan ik ze op het plankje gaan plaatsen. Maar goed, dat moet ik even kijken. Ik ga sowieso nog even lekker bullet journalen. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes hier stofzuigen en zo. En even de dingen doen. En dan zet ik jullie erbij waar ik jullie bij kan zetten vandaag. Ik had beloofd de plankjes nog eventjes te laten zien. Dus die hangen nu dus zo. Ze zullen niet helemaal recht hangen. Maar weet je, wat maakt het uit? Dus die hangen zo. Daar komen dus de overige nagellakjes op. Ik heb nu hier de kaarsjes staan. Niet dat ik van plan ben om kaarsjes te branden in de slaapkamer. Maar ik dacht, vind ik hier ook wel gezellig staan. Dus die staan mooi hier. Maar ik ben wel blij met de plankjes zo in ieder geval. En de kaarsjes. Dus top zo. Zo, ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. De plantjes staan natuurlijk buiten. Daar heb ik jullie een beetje in meegenomen. Het was een beetje een drama. Die staan dus nu in de potjes. Dus dat staat wel heel leuk. Maar ik moet hier dus goed gaan vegen. Maar dat kan morgen hopelijk als het een beetje droog is. Dus dat heb ik gedaan. De kruidenrekjes hier die zijn gevuld. Ik heb eigenlijk maar 3 zakjes, maar goed, dat kan altijd later nog. Daar moet ik nog even een plekje voor vinden. En ik heb het nagellakrekje gevuld, maar daar heb ik jullie verder niet bij gezet. Maar dat staat nu zo. Dus daar zitten nu de lakjes in. Dus deze la is nu vrij leeg en daar komen dus de andere nagelspulletjes bij. Dus ja, lekker doorgewerkt zo. Dus heel blij mee. Ik heb even lekker gebrutjurald, dat was ook wel fijn. Dus de katten hebben nu net gegeten. Ga ik zo nog even lekker relaxen. Vanavond heb je Beat Champions Vips. Dat wil ik wel gaan kijken. Daarna nog even BN'ers in het ziekenhuis. Ik ga sowieso nog even gamen. Verder wil ik eigenlijk met de vlog aan de gang. Om die een beetje af te krijgen. En of zover dat lukt. Misschien nog wat aan de muziek doen. En vanavond kijk ik ook natuurlijk weer naar de Bold Type. En ik heb weer Zonnestad.
Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat de klusjes die ik wilde doen in ieder geval klaar zijn. Ik heb mijn nagellakken gisteravond al afgehaald. Dat was ik vergeten te vertellen, maar die kan nog even luchten. Ga ik vanavond even mijn teennagels wel weer eventjes lakken en dan morgen mijn handnagels weer. Maar ja, eigenlijk best wel een productieve dag, maar het was wel lekker. Ik ga nu even lekker relaxen en ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 30 mei. En ja, de pijn in mijn schouder wordt weer wat heftiger. Dus het blijft een dingetje. Maar goed, ik ga zo meteen eventjes mijn balkon vegen. En eventjes de tafel neerhouden en de stoeltjes neerzetten. Dat die even weer netjes is, want het is nu echt een bende. Daarna ga ik even de groenten afhalen en het vlees voorbereiden voor morgen. Gehakt kruiden en alvast balletjes draaien. En dan ga ik daarna eventjes de fotospullen pakken. Die laat ik hier dan uiteraard even zien. En ik moet nog even stofzuigen, dus dat is voor nu even de planning. Niet heel veel, maar wel fijn, want het is zondag, dus ik hoef niet zo heel veel. Gisteravond heb ik lekker nog even gegamed. Ik heb Beat the Champions Vips gekeken. Was wel erg leuk. Ik moet zeggen dat ik het gewone programma niet echt heb gevolgd. Want het kwam tegelijkertijd met een ander programma. Alleen ik weet even niet meer wat dat nou was. Dus ja, goed, ik heb af en toe een klein stukje gezien, maar nooit helemaal. Maar het is eigenlijk best wel heel erg leuk. Toen heb ik even de BN'ers in het ziekenhuis gekeken. Was ook wel weer heel aangrijpend. Toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten en heb ik mijn muziek bijna klaar voor de iPod. Dus dat is ook wel fijn. En toen ben ik de Bold Type gaan kijken en daarna Zonnestad. Dat was heel erg spannend. Was erg jammer ook, want het was een dubbele aflevering. En ja, gisteren was de laatste dag dat ik daarna keek. Dus nu moet ik van mezelf wachten tot donderdag. Maar goed, heb ik iets om naar uit te kijken. Dus op zich een prima avondje. Ik heb nog even gevideobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Dat was heel grappig. Lente had weer een mooi shirt gekregen van de 101 Dalmatiërs. Dat had je nu bij Zeeman. Heel leuk shirtje. En ze stond bij de tafel en ze stond televisie te kijken. En ik zag af en toe een plukje haar, want ze had een beetje... De haartjes waren sprieterig. En ze was aan het dansen aan de tafel. Ze had nieuwe schoentjes. Ze had panterprint schoentjes met klittenband. Die had ze bij de Action gehaald. Want ja, eigenlijk voor haar hoef je nog geen dure schoenen te kopen. Omdat ze er nog niet echt op loopt natuurlijk. Af en toe een paar stapjes aan tafel. Maar helemaal trots met de schoentjes. En daar was ze heel lief op aan het dansen. En dan staat ze met een kontje te zwaaien. En ja, super schattig. Was even heel erg leuk. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb hele leuke sokken aan. Ik heb kattensokken aan. Tenminste, ik vind ze heel erg leuk. Kijk, het is een kat. Hier zie je de kat. Dan heb je allemaal kattenpootjes erop. Echt super leuk. Dus ja, ik heb ook een nieuw eilandbewonertje binnengekregen op Animal Crossing, een koe. Dus dat was wel heel leuk. Dus ik hoop dat ik vanavond weer wat verder kan. Ik heb mijn teennagels gedaan. Vanavond doe ik mijn handnagels. Dus ja, ik ga nu eerst even de handtas bij elkaar rapen. Want ik wil even een handwasje doen. Dan ga ik daarna eventjes de spullen pakken om het balkon te gaan doen. Ik ga je er verder niet bij zetten, maar ik laat je uiteraard aan het einde van de middag nog even het resultaat zien. Dus tijd om wat te gaan doen. Ik ben zover om mijn vlees te gaan kruiden. Maar ik wil even laten zien hoe handig dat gaat. Kijk, je doet het gewoon hierop. Nu heb je een kleine opening. Als je op de andere kant... Oh nee, dit is de kleine opening. Aan deze kant is de grote opening. Dus dat is echt ideaal. Het is wel een heel handig systeem. Dat wilde ik toch nog even laten zien. Nou, het balkon is weer klaar. De stoeltjes en het tafeltje hangt weer. De potjes staan nu daar. Mickey, niet op het balkon. Kom. En daar heb ik het putje dus nu openstaan waar Mickey dus nu bij zit. Maar die moet ik even gaan pakken, want die mag niet op het balkon. Kom maar. Mickey. Dus ik ga Mickey even pakken. Want anders ben ik er zo kwijt. Dat wil ik niet. Kom maar van het balkon af. Kom maar naar binnen. Kom maar. Nou, de fotospullen. Ik heb hier Carbon Bright Activate Charcoal. Dit is voor je tanden. Voor een whitening effect. Die wil ik wel eens gaan proberen. Om te kijken of dat
werkt. Dan heb ik dit prachtige oogschaduwpaletten van iHeart Revolution, het Galactic paletten. Hele mooie kleuren erin zitten. Dan heb ik een trend editie van Essence, dit is de Glowing Golds. Dan heb ik hier een body shimmer gel. Ik heb hier twee Caring Lip Shimer Oils. Deze twee kleurtjes. Ik kan de namen nog noemen. Dit is de 2 Golden Magic. En dit is de 01 Heart of Gold. En deze heeft de naam 01 Golden Glow I Love You So. Dan heb ik twee bronzing powders. Een hele donkere. Deze is de 02 Good as Gold. En dit is de 01 Live Life Golden. Dan heb ik hier een highlightertje in de Golden Days Ahead 01. Deze mascara. Crazy Volume Mascara, maar limited edition dan. En dan heb ik hier nog een glow serum. Met de naam 01 Glow Like Gold, Shine Like the Sun. En er zit ook nog een masker bij, een gouden hydraterend masker. Dit is de 01 Golden State of Mind. Goed, dus hier ga ik even foto's van maken en dan ja, ben ik er ook weer klaar mee. Zo, mijn draadjesvlees staat op. Kijk, het kan lekker garen. Maar het is dus nu heel handig. Ik zal hem even half doen. Kijk, ik heb nu dit bakje heb ik van de IKEA. En daar heb ik dus nu gewoon gehaktballen hier gedaan. Die kunnen dan dus gewoon zo in de koelkast. Dus dat vind ik wel echt super handig. Nou, ik film even met de telefoon, want de batterij van mijn camera was leeg. Ik ben alles aan het opladen. Ook de batterij van mijn spiegelreflexcamera. De batterijen van mijn flitser. Ik zie het trouwens met deze camera op mijn telefoon wel heel slecht uit, vind ik. Maar ja, goed. Alles is klaar, de foto's zijn klaar, dus wel lekker relaxed. Eigenlijk best wel een lekker dagje zo, dus wel tevreden. Heel blij dat het balkon klaar is. Dus ja, dat was allemaal wel gewoon echt heel erg lekker. Echt weer zo'n even zo'n lekkere, relaxed zondagmiddag. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee dat dat nu ook netjes is. Mickey sprong inderdaad bovenop het... hoe noem je dat? Nou ja, het muurtje wat bij mijn balkon staat, daar sprong ze dus op. Dus ik heb er snel gepakt. Anders ben ik je kwijt en dat wil ik niet. Dus dat is ook allemaal goed gekomen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen. Nou ja, ik heb dus vanavond lekker dat draadjesvlees. Dus heerlijk. Had wel heel erg veel gelekt nu. Heel veel sap kwam eraf. Maar ik moet van de week de koelkast toch even lekker schoonmaken. Dus dat geeft niet. Ik heb het nu wel even plaatselijk verwijderd. Maar even lekker gewoon weer een schoonmaakbeurtje is niet heel verkeerd. Vanavond. Je hebt deze quiz dus voor jou. Dat ga ik kijken. Daarna denk ik nog even flikken Maastricht op België. Dan kan ik ondertussen even mijn nagels doen. En ik ga uiteraard nog even gamen. Verder moet ik de foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ik wil nog even met de muziek verder gaan. Zodat dat ook gewoon afkomt. En dan kijk ik weer naar de Bold-type. En dan heb ik vanavond weer Mokromafia. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel spectaculair, maar ook wel lekker. Ik ga zometeen in ieder geval de batterijen allemaal opladen. Wat opgeladen moet worden. Ik moet nog wel even de foto's importeren. Dat heb ik niet meer gered. Want toen ik klaar was met de foto's en opgeruimd, dat was het voor hun tijd om te eten. En daar zijn ze nogal stipt in. Dus, maar ja, goed. Ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 31 mei. Ik ben klaargemaakt. En ik heb vandaag niet echt een hele bijzondere planning. Ik ga namelijk even een video opnemen voor zaterdag. En even bullet journalen. En dat is het eigenlijk ook wel. Ik zie dat mijn broekruimtje heel raar hangt. Even. Ja, zie je hier een beetje scheef. Zo, hij hangt weer goed. En dan even stofzuigen. Ik probeerde net een telefoontje te doen, maar dat is niet echt gelukt. Want eerst was de wachttijd 5 minuten. Toen was het nog 1 minuut en toen bleef hij stil hangen. Toen belde ik nog een keer, toen was het ineens 10 minuten. Dus ik probeerde straks met bullet journalen nog wel een keer. Want ja, daar had ik niet zo heel veel zin in om nu op te wachten. Ik heb mijn nagels gisteravond gedaan. Het is dit kleurtje. Dat is dit high gloss lakje van Kruidvat. Deze in de kleur
180 spring papaya. Dus ja, ik vind hem wel leuk. Gaf me wel een beetje zomervibes. Gisteravond heb ik deze quizjes voor jou gekeken. Mijn vlees was echt weer heel erg lekker, moet ik zeggen. Mijn draadjesvlees, dus dat was weer heerlijk. Daarna wilde ik Flikker Maastricht gaan kijken, maar het kwam pas om 22:30. Dus toen heb ik eventjes de laatste aflevering gekeken van waar doen ze het van. Toen ben ik de video voor vandaag in elkaar gaan zetten en heb ik mijn foto's bewerkt. Dus dat was ook wel mooi. En daarna ben ik de Bold Type gaan kijken en Mokromafia. Dus ja, dat was eigenlijk de avond. Ik heb nog even gegamed, maar ik kon niet zo heel veel doen. Dus ik hoop vanavond weer wat meer te kunnen doen. Dus ja, dat was verder de avond niet heel bijzonder of zo. Ik heb net even het vuilnis weggebracht. Dus ik moet zo even een nieuwe zak in de bak doen. Dan kan de klep er weer op. Kan ik even stofzuigen en hun bakken scheppen. Van de katten dan. En dan ga ik eerst even de video opnemen. Dus dat is voor nu even de planning die ik eventjes ga doen. Dus ik ga er ook gewoon aan beginnen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus tijd om even wat te gaan doen. Zo, de video die staat erop. Dus ik ga nu ook gelijk eventjes een beetje de spullen terug in het mandje doen. En dan kan ik straks even een beetje opruimen. Maar ik ga zo eerst even wat drinken en eventjes een spullen pakken voor bullet journalen. En dan hoop ik dat telefoontje even kan doen. Maar ik ga hier zo wel bij zitten bij het bullet journalen. Maar eerst eens een beetje opruimen en ja, even wat drinken. Want ik heb een droge mond gekregen van al het praten. Katjes hebben lekker gegeten. Ik heb nog even lekker bullet journaled. Ik heb vooral doodles getekend eigenlijk. En ook al begonnen met de nieuwe doodles. Ik wil even laten zien. Kijk, dat zijn deze. Dan moet je dus allemaal dingetjes weer bij tekenen. Dus daar ben ik al begonnen. Ik heb de regenboog en de cactus af. Ik was nu met de Western Boots bezig. Maar... nee, dat is verder nog niet echt. Daar ben ik nog niet echt verder mee gegaan. Ik heb een telefoontje gedaan wat ik moest doen. Ik had nu direct iemand aan de lijn. Dus niks, geen wachttijd. Dat was heel fijn. Nog even gebeld met Nathalie. Die had nog wat nieuws te vertellen. Dus daar eventjes mee gepraat. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb de make-up van de video nog niet opgeruimd. Dat doe ik van de week even. Want ja, ik moest nu nog even dat telefoontje zo doen. Ik dacht, dat komt wel even. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Eten koken. Vanavond lekker weer goede tijden. En ik heb help mijn man eens klussen. Dat vind ik wel leuk. Ik denk nog even een stukje van ik neem je meekijken. Ga ik mijn artikel schrijven. En dan ik hoop de muziek afmaken.
Dan ga ik weer naar de bold type kijken en daarna weer Mokro Mafia. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Maar ik ben er ook al wel rap doorheen, want hierna is er dus geen seizoen meer nog online. Die komt nog wel. Muis! Muisje! Maar dat is nog even afwachten. Dus ja, dat is verder de planning voor vanavond. Ik ga uiteraard nog even lekker gamen. Maar goed, verder geen spannende avond of zo. Ik denk wel dat ik mijn boek ga uitlezen vanavond. Dus dat is ook wel weer lekker. Dus dan hebben we, ja, dat is wel altijd fijn. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is alweer 1 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik zou eerst wat moeten doorsturen naar mijn coach. Dus ik dacht, ik moet dat even inscannen. Maar dat hoefde nu niet, want zij had de papieren gewoon meegenomen. Toen wist ze al waar ze lagen. Ze dacht dat ik ze per mail had doorgestuurd. Dus dat hoefde niet. Ik ga zo meteen gewoon even de standaard dingen doen. Even de katten bakken. Die stinken nou zo. Want het is natuurlijk buiten 24 graden. En hier binnen is de sauna van 22 graden. Dus die lucht is niet echt heel erg fantastisch. Dus die ga ik eventjes zo lekker doen. Ga ik daarna de douche even doen. Zet ik jullie er eventjes bij. Ik zie er iets. Wacht even hoor. Zou toch geen springtijd? Oh nee. Ga ik daarna eventjes de was opvouwen. Ik ga geen was aanzetten. Ja, even een handwasje. Want het feit wil dat morgen mijn droog komt. Ik heb een droger gekocht. Heeft best wel lang geduurd voor mij om tot die beslissing te komen. Want Nathalie en mijn moeder zeiden het al een paar keer. Joh, waarom koop jij geen droger? Want je beredt het niet met de was en zo. En ze hadden een goed punt. Maar ja, ik ben dan altijd weer zoiets. Ja, hè, weet je, weer een apparaat in huis. En waar moet ik het allemaal laten? Dus nou ja, uiteindelijk ben ik dus een paar weken geleden tot dat besluit gekomen. En nu hebben we het doorgezet. Die wordt morgen bezorgd. Het kan tussen 19:30 en 22:00 avonds zijn. Dus 19:30 ochtends, 22:00 avonds. Maar als het goed is, komt er vandaag een mailtje met een tijdsvak binnen. En krijg ik ook... ik word sowieso een kwartier van tevoren gebeld voor ze er zijn morgen. Dus dat is nog even afwachten. Dan komt Nathalie morgenmiddag. Die komt helpen om die droger op zijn plek te zetten. Als die hopelijk bezorgd is als zij komt. En de koelkast te verplaatsen, want die moet verplaatst worden. Maar dat is een klus voor morgen. Ik vind het een beetje zonde om nu een was aan te gaan zetten. Want dan kan het wasrek morgen naar boven toe. Dan ben ik die al kwijt uit de kamer. Dus dat ga ik niet doen. Dus dat is, maar dat is de planning voor morgen. Ik ga zo meteen nou, eventjes die dingetjes dan doen. Dan ga ik nou ja, de was opvouwen, daar zet ik jullie dan bij. Volgens mij heb ik dat net ook al verteld. Ik weet even niet zo goed hoe ik uit mijn woorden moet komen. Gisteravond, ik heb Help Mijn Man Is Klussen gekeken. En eventjes een stukje van Ik Neem Je Mee. Was ook wel heftig. Ik irriteerde me heel erg aan die vrouw bij Help Mijn Man Is Klussen. Dat was echt heel erg vervelend. Ik krijg net het bericht binnen dat Sillissen het EK moet missen vanwege een positieve coronatest. Dus... Nou, dat is fijn. Dus, nou ja, goed. Ja, wat irriteerde me gewoon aan die vrouw. Maar goed, het eindresultaat was wel mooi geworden. Maar er moest nog heel veel gebeuren aan dat huis. Ik heb ondertussen ook nog eventjes Animal Crossing gespeeld. Maar ik kon niet zo heel veel doen, helaas. Want ik ben heel dom geweest. Ik heb van de week op mijn eiland heb ik fruit zitten eten. En daar word je dus zo sterk van. Dan hak je dus bomen uit de grond. En stenen die je slaat, die sla je dus kapot. Dus dat was niet zo'n slimme actie. Dus ik heb nu bijna geen stenen meer. Dus ik moet wachten tot die stenen terugkomen. En dan kan ik eigenlijk pas verder. Verder heb ik mijn blogbericht geschreven. Ben ik de bold type gaan kijken. En ook... Mokro Mafia. Dat was wel heel, heel spannend. Dus dat was verder mijn avond. Ik had van de week een heel raar beestje in huis. Het leek wel een duizendpoot. Ik zag het tijgertje er ineens mee spelen. Dus ik heb die snel weggehaald. Want ik las dus later dat die ook best wel giftig kunnen zijn. En het was heel raar. En dan is het wel weer fijn dat je katten hebt. Want die ontdekken dat gewoon, weet je wel. Maar goed. Ik ga eventjes dat handwasje aangooien. Dan ga ik eerst die bakken even doen. Want ik kan die lucht bijna niet meer verdragen. Dan ga ik hier de boel doen. Zet ik hier er dus bij als ik eventjes mijn
was je gaat opvouwen. Alles is weer lekker klaar. Ik ben het wel zat, maar in ieder geval de was is eraf. Ja, er hangen nog een paar dingetjes, want ik heb nu net wat ondergoed opgehangen en de matten en het blouseje en het shirtje waren nog niet droog. En de badjas moet nog terug naar de slaapkamer, maar dit rek is leeg en die gaat dus morgen terug naar boven. Ik heb ook de ventilator naar beneden gehaald, jongens, want het is hier 22,5 graden, dus ik was er klaar mee. Ik heb het raam opengezet. De buitendeur staat open, dus alles is een beetje aan het doorwaaien. Er zitten die horen ervoor, dus de katten kunnen nergens heen. En ik heb mezelf verkleed, want ik heb zelfs een t-shirt aangetrokken. Nou, dat doe ik ook niet zo snel, maar ik had het zo warm. Ik zou het tegen Nathalie bruidje maar voor op een sauna, want het is nu 22,5 graden binnen. Maar goed, ik heb alles lekker klaar. Hun hebben lekker schone bakken. De douche is weer lekker helemaal schoon. Dus het ruikt hier nou ook gewoon weer lekker. En dat vind ik ook wel fijn. En ik heb mijn kleed heb ik helemaal afgeboemd. Kijk, ik heb gewoon met een... Er zaten best wel wat dingen op. Maar het stofzuiger niet weggekregen. Dus ik ben gewoon met een borstel eroverheen gegaan. Want toen was alles eigenlijk te vrij uit. Dat heb ik ook nog gedaan. Dus ik ben er wel blij mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ga ik eten. Vanavond heb je de Snackmasters, die ga ik kijken. En na 4 handen op 1 buik. Ik wil even wat dingen opnemen, zoals gestalkt en de BN'ers in het ziekenhuis. En verder ga ik sowieso nog even Animal Crossing spelen. Ik heb nog geen bericht gehad over de droger, dus dat hoor ik dan misschien vanavond nog. Moet ik even kijken. Ik ga vanavond de foto's bewerken en de vlog afmaken. Dan heb ik weer de bold type en daarna ook weer Mokromafia. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel bijzonder. En gewoon wel lekker. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik heb geprobeerd wat andere dingen in beeld te brengen. Dus ik hoop dat het een beetje is gelukt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog, zou ik zeggen. Zou ik wel leuk vinden. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf door op de rode button te drukken. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online staat. Ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!